In de Mijn Account-omgeving kan je links in het menu naar favorietenlijsten toe. Hier is de optie om een nieuwe favorietenlijst te maken. Klik hierop. Je kan de favorietenlijst een naam geven, zoals standaardorder voor vrijdag, en druk vervolgens op opslaan. De favorietenlijst is opgeslagen en je kan nu op zoek gaan naar producten die je wilt toevoegen aan de favorietenlijst. Onder de winkelwagen staat de button naar favorietenlijst. Wanneer je hierop drukt, ontvouwt er zich een drop-down menu waarin de favorietenlijst standaardorder voor vrijdag staat. Klik daarop en de Vinplast HMPE 500 plaat wordt toegevoegd aan de favorietenlijst. Er is ook een tweede manier om een favorietenlijst aan te maken. Navigeer naar de productdetailpagina van bijvoorbeeld HPL. Hier zie je onder de winkelwagen de button favorietenlijst staan. Druk hierop en nu is er de mogelijkheid om een nieuwe favorietenlijst aan te maken. Noem deze bijvoorbeeld standaardorder dinsdag en druk op opslaan. De HPL-plaat wordt toegevoegd aan de favorietenlijst. Dit proces kan herhaald worden om meerdere producten toe te voegen aan een favorietenlijst.